welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Revolution Glow collectie testen. Ik weet al wat ik van de collectie vind, omdat ik deze video gisteren al heb gemaakt. Ik heb de hele video al gemaakt zonder mijn microfoon aan. Goed bezig Sarah. Altijd voordat ik een video begin, check ik altijd mijn microfoon. Heb ik gisteren niet gedaan en gelijk, bam, gaat weer mis. Ik heb dus nou die hele video zonder geluid, dus ik moet hem opnieuw gaan maken. Ik was nog aan het denken, misschien kan ik een voice-over doen en zo, maar dan is het toch allemaal een stuk minder leuk en een beetje weird. Dus ik dacht, ik maak hem wel gewoon weer opnieuw vandaag. Ik heb ook echt 2 weken moeten wachten op de collectie. Ik heb hem besteld bij de Revolution website. Doe ik vaker. Komt gewoon vanuit Engeland. Dus je betaalt geen douane of zo. Ik heb het altijd binnen een week binnen. Nou heb ik echt meer dan 2 weken moeten wachten. Ik denk in verband met corona en zo. En de collectie is ook gewoon te koop hier bij Boosie Shop. Alleen het oogschaduwpaletje was uitverkocht. Dus daarom heb ik het op de Revolution website besteld. Ik dacht misschien is het nou te laat, want de collectie is er al een tijdje. Heeft het nog wel nut om deze video te maken? Dus ik heb het op mijn Instagram gevraagd en de meeste mensen wilden toch alsnog een review zien. Dus ik maak de review gewoon nog alsnog. En ik hoop dat iedereen er alsnog van geniet, ondanks dat ik nou een beetje laat ben. Deze collectie schreeuwt ook echt mijn naam. Glowy, bronzy, daar hou ik altijd van. Dus we gaan gewoon weer snel beginnen met de video. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. 50% van de mensen die mijn video's bekijken zijn niet geabonneerd. Daar ben ik niet zo van gediend. Maar goed, laten we snel gaan beginnen met de video. Ik ben dus nou echt helemaal annoyed dat ik de video weer moet maken. Maar je kunt echt nooit aan mij zien of ik geïrriteerd ben of moe of boos. Want ik ben gewoon altijd blij. In ieder geval, de collectie is relatief klein. Er zijn slechts 4 producten, maar wel 4 hele leuke producten. Ik ga beginnen met het Glow oogschaduwpaletje. Dit is het paletje, lekker groot paletje. Wel een beetje een basic verpakking, maar wel een hele mooie verpakking met zo'n glitter. En dit zijn dus de prachtige kleuren. Vooral heel veel bronzy kleuren, maar ook hier een pop van blauw. En hier heb je ook een beetje rood en burgundy en zo. Dus het is echt een mooie mix van glanzende en matte kleuren. Je kunt hier ook echt heel veel looks mee maken. Je hebt ook een hele grote spiegel. Dit is een aardig groot paletje. Hij is ook iets duurder dan de meeste Revolution paletjes. Dit paletje is volgens mij 21 euro. Dus 2 keer zo duur als de meeste van hun paletjes. Want hun hangen meestal bij de prijskategorie 10 euro. Maar je krijgt wel een stuk meer kleuren. Ik ga gewoon vandaag weer precies de look maken die ik gisteren ook heb gemaakt. Ik had een hele mooie bronzy gouden ooglook gemaakt. Dus dat ga ik vandaag ook weer doen. Dus we gaan weer inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met primer. Ik gebruik hiervoor mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. En ik ga primen met deze Zoeva Brush 142. Ik heb een hele Zoeva oogschaduw kwasten set besteld. En het is echt amazing. Ik zet de link beneden in de beschrijving. Het zijn echt hele fijne kwasten. Wel een beetje aan de hoge kant qua prijs, maar echt wel waar. Het zijn echt super kwasten. Ik ga beginnen met een beetje de oranje matte kleur hier. Die kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik deze fluffy kwast van Zoeva nummer 228. En ik ga vandaag een beetje voor een foxy eye look. Dus ik breng de oogschaduw allemaal een beetje zo omhoog. Ik heb ook een hele foxy look video gemaakt. Die staat al online op mijn kanaal. Dan pak ik de matte kleur hier. En die kleur ga ik ook aanbrengen in mijn arcadeboog. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur hier beneden. Nou pak ik een iets kleinere fluffy kwast, de Zoeva 224. En die kleur ga ik vooral hier in de buitenste hoeken doen. En ik blend echt weer zo omhoog, want ik wil echt die foxy look maken. En nu pak ik ook de zwarte matte kleur uit het paletje. En die kleur ga ik ook aanbrengen hier in de buitenste hoeken om het iets donkerder te maken. Nu pak ik deze lichte matte nude kleur. En voor die kleur gebruik ik een platte fluffy kwast nummer 227. En met die kleur ga ik een beetje over de randen om ze extra goed te blenden. Nu is het tijd voor de halve cut crease. Ik gebruik hiervoor mijn Lottie London Concealer in de kleur Mabel. En de kwast die ik gebruik is van NYX Cosmetics nummer 14. De fijnste kwast ever om een cut crease te maken. Nu ga ik in met deze beetje geel-gouden glanzende kleur. En die ga ik aanbrengen met een platte kwast van BH Cosmetics, nummer 102. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En die glanzende kleur breng ik dan aan over de hele cut crease. Dan pak ik weer een beetje van die zwarte matte kleur. En die blend ik dan hier goed in met de gouden kleur.
Die glanzende kleur is echt amazing. Ik ben niet zo impressed met de matte kleuren. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die kleur breng ik aan onder mijn wenkbrauwen. Om het allemaal ietsje meer glanzend te maken. Ietsje meer glowy. Want vandaag moeten we wel echt alles glowy maken. Want dat is de collectie. Voor de rest heb ik niks voor de ogen. Het volgende wat ik heb is een gezichtsprimer. Dus ik ga even mijn ogen afmaken. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. We zijn weer uitgezoomd. Ik heb een wink gemaakt met mijn Huda Beauty eyeliner. En de nep wimpers die ik op heb zijn TL3 van Tati Lashes. Ik zet sowieso alles wat ik vandaag gebruik beneden in de beschrijving. Ik heb hier de Beam Dream gezichtsprimer van de Revolution Glow collectie. Dit is een primer voor zowel je gezicht als je lichaam. Gisteren, toen ik de video al maakte voor de eerste keer, begreep ik niet helemaal waarom het voor gezicht en lichaam is. Hoezo moet je je lichaam primen? Maar ik zal laten zien waarom. Het is helemaal zo holographic roze. Dus toen begreep ik, oké, daarom is het dus ook voor je lichaam, want dan kun je ook zo'n holographic glow creëren op je benen of waar je het ook zou willen. Voor de rest doet het echt niks voor je make-up. Het is letterlijk gewoon deze gekke holographic glow en that's it. Ik ben er persoonlijk niet zo van. Ik vind het helemaal niks. Ik prime echt zodat mijn make-up echt beter blijft zitten en dat soort dingen. Ik prime mijn gezicht niet om een rare holographic glow te krijgen. Dus misschien is het leuk voor je lichaam, maar ik vind het ook een beetje plakkerig en zo. Dus ik weet niet of ik het zou gebruiken voor op mijn lichaam. Vast niet, want ik wil niet dat alles gaat plakken en zo. Dus ik ben niet zo'n fan van de primer. Het volgende wat ik heb is een bronzer. Dus ik ga heel even mijn gezicht afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Mijn basis is gedaan. Foundation, concealer, poeder. En ik heb een beetje gecontourd met poeder. We gaan verder met de ogen. Ik ga even snel mijn ogen afmaken. Ik ga weer alle matte kleuren gebruiken voor op de onderste wimperrand. Dus een zwarte kleur. Deze bruine kleur ga ik gebruiken. En deze lichte, beetje oranjeachtige kleur. En dan pak ik ook weer die glanzende lichte kleur. En die breng ik dan ook aan in mijn binnenste ooghoek. Ik doe ook een bruine oogpotlood in mijn waterlijn. Deze is van Catrice. Dit is de kleur 140 Shockwaves. En die breng ik gewoon zo aan in mijn hele waterlijn. En voor mascara gebruik ik mijn NYX On The Rise mascara. Dit is de kleine variant. Ogen zijn klaar. Nou is het tijd voor de bronzer. In de collectie zit ook een prachtige glow bronzer. Dit is de Splendor Ultra Matte Bronzer in de kleur Medium. Het grappige is dat dit dus een matte bronzer is, terwijl het een glow collectie is. Je zou denken dat ze dan een glanzende bronzer zouden doen. Maar nee, ze hebben een matte bronzer waar ik echt niet om klaag, want ik hou meer van matte bronzers. Ik heb de kleur medium. Het is een super donkere kleur. Iets leuks aan deze bronzer collectie is dat de kleuren super donker gaan. Dus voor vrouwen met een donkere huidskleur, haal een van die bronzers, want ze gaan echt tot super donker. Nadeel hiervan is dat wel de kleuren niet helemaal per se overeenkomen met wat je gewend bent. Ik pak altijd de kleur medium. Mijn huidskleur valt altijd in categorie medium. Maar dit is echt te donker voor mij. Ik zou persoonlijk moeten gaan voor light. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En je hebt ook een prachtige grote spiegel. Dus ik ga even hiermee mijn hele gezicht bronzen. Ik doe nou echt rustig aan, want mensen, het is echt donker. Niet te doen. Maar op zich kom ik er nog wel mee weg. Echt een prachtige bronzer, ondanks dat de kleur een tikkie te donker is. Ik ga heel even een blush gebruiken van mezelf, van UMG Cosmetics. Hun Baked Blush in de kleur True Terra. En dit is echt de beste Baked Blush ever. Echt een prachtige glanzende kleur. En als highlighter gebruik ik dit paletje. Dat heb ik gisteren ook gedaan en het is echt prachtig. Ik mix deze lichte kleur samen met deze kleur om het iets donkerder te maken. Dus die twee kleuren ga ik mixen en dan aanbrengen als highlighter. Kijk even hoe mooi en heftig dit is. Echt, I love it. Oké, het volgende product is voor de lichaam. Dus ik ga even een lipstick voor mij opdoen. En ik ga voor een rode glanzende lipstick. Als lippotlood gebruik ik lippotlood nummer 305 van Kiko. Als lipstick gebruik ik deze van Be Creative Makeup in de kleur 011. Dit is echt een prachtige rode kleur. En ook van Be Creative Makeup heb ik ook een prachtige rode lipgloss. In de kleur 307 Candy Cane. Dus dit wordt de lip combo vandaag. Deze lipkleur echt prachtig. En dan ook een glowy fixing spray natuurlijk. Dit is de Ready Set Glow Fixing Spray van W7 Cosmetica. In de kleur gold. En dan ben ik klaar met de look voor de tweede keer.
Oké, dan het laatste product. Een product waar ik echt enthousiast over ben. En dat is de Molten Body Glow. Dit is dus een liquid glow voor je lichaam. En daardoor gaat het helemaal zo mooi glanzen en wordt het bronzy. Dit product is echt mooi. Ik hou van body glows. Ik heb er al zo eentje van Huda Beauty. Ik heb er ook nog eentje van Colourpop. Maar dat is een olie. En dit zijn echt liquids. En dit is echt een regelrechte dupe van die van Huda Beauty. Die van Huda Beauty is heel duur. Ik heb van Huda Beauty de kleur Aphrodite. Deze mix ik ook altijd met een body lotion, omdat het anders te heftig is. En dit is echt een regelrechte dupe, want hij voelt letterlijk precies even goed aan als die van Huda Beauty. En hij blijft ook even lang goed zitten. Ik had nog gisteren nadat ik hem had aangebracht gedoucht. En daarna zag ik gewoon nog een beetje glitters op mijn armen. Dus zo goed blijft hij zitten, dat zelfs als je doucht, het nog gewoon goed blijft zitten. En I love it. Ik zie de kleur hier niet op staan, maar ik zal sowieso de kleur beneden in de beschrijving zetten. En er staat op Liquid Face and Body Highlighter. Dus het kan ook voor je gezicht. En het heeft een coconut en pineapple geur. En dat heeft hij ook echt. Hij ruikt echt lekker. Ik ga een beetje zo hier aanbrengen en ook op mijn armen. Ik breng dit gewoon aan met mijn handen. Ik had het ook gisteren aangebracht met een kwast, maar met je handen brengt het toch allemaal iets beter aan. Kijk even wat voor een verschil dit is met hier en met hier. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel zou adviseren om dit te mixen met een body lotion. Want ik vind het allemaal best wel heftig zonder. Ik doe het nou gewoon zonder, zodat je het gewoon echt goed kunt zien. Maar ik persoonlijk zou ook dit product mixen met een body lotion. Kijk hoe mooi bronzy. Ik ga ook even mijn armen doen. Mensen, kijk even dit verschil. Ik heb het hier wel gedaan en hier niet. Oh mijn god, ik ben zoveel meer bronzy en glanzend en echt I love it. Dit is echt prachtig. Wat een verschil. Oh my god. Ik ga het natuurlijk ook doen bij de andere arm. Je handen worden wel echt super vies, dus je moet ze wel echt daarna schoonmaken. Goed schoonmaken ook echt. Ik heb wel een vrij donkere kleur gepakt. Je kunt ook een iets lichtere kleur pakken. Maar ik vond dat wel mooi. Want dan word ik ook gelijk een beetje gebronsd. Dus vandaar. Kijk even hoe mooi gebronsd. Echt, I love it. Zo mooi dit. Echt een dupe van die van Huda Beauty. Nou, even mijn handen schoonmaken met een make-up wipe. Want dit kan echt niet zo. Het is hier nou een beetje rood. Want ik heb echt een gevoelige huid daar. En als ik maar hier iets aanraak, dan wordt het hier altijd helemaal rood. Dus dit gaat zo meteen wel weg. Nou mensen, dit was dan de video en de collectie. Ik zal nog heel even snel vertellen wat ik van alles vind. Het oogschaduwpaletje is voor mij een beetje een moe. Ik vind hem niet super goed. Hij is ook een beetje duur, rond de 20 euro. Is op zich niet duur voor een oogschaduwpalet, maar duur voor dit merk. Je betaalt letterlijk alleen maar voor de aantal kleuren. Omdat je meer kleuren krijgt, betaal je meer. Je betaalt niet meer omdat je ook betere kwaliteit krijgt. Dat was wat ik dacht. Maar de kwaliteit is niet per se beter of zo. Ik vind het een beetje een moe paletje. Ik raad hem niet echt per se aan. Ik vind de bronzer echt prachtig, ondanks dat de kleur vrij donker is en heftig. Ik hou altijd wel van heftige bronzers, maar dit is wel echt te donker voor mij. Maar ik kom er nog net mee weg, maar hij is echt prachtig. Hij blendt ook goed. Ik zou gaan voor de kleur light als je mijn huidskleur hebt. Maar echt een hele goede bronzer, ook lekker groot, zal niet snel opgaan. De primer vind ik ook echt helemaal niks. Ja, al dat holographic gedoe en zo, en het doet niks voor mijn make-up. Sterker nog, ik merkte dat gisteren ook al, is dat de make-up die ik erop aanbreng er minder goed op wordt aangebracht. Gisteren was het er helemaal aan het afgaan bij mijn neus. En zo. En ja, ik vind echt gewoon helemaal niks. De Liquid Glow is echt prachtig. Raad ik zeker aan. Ik vind hem letterlijk even goed als die van Huda Beauty. Terwijl de prijs zo een stuk lager is. Dus ik raad deze echt 100% aan. Echt prachtig. Ik vind het echt mooi om zo mooi glowy te zijn. Het kan wel een beetje aan de heftige kant zijn. Dus ik zou echt adviseren om het te mixen met een body lotion. Nou mensen, dat was het dan voor vandaag. Ik ben zoals altijd heel erg benieuwd naar jullie mening. Wat vind je van de make-up look? Wat vind je van de collectie? Heb je al een aantal producten? Wat vind je ervan? En al dat soort dingen. Dus let me know beneden in de reacties. En ik heb ook een hele lijst met alle producten staan beneden in de beschrijving met wat ik allemaal heb gebruikt. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!